Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Met in deze editie. Moeizame zegen ADO Den Haag op Jubilee League Club MVV. Na afloop haalde Haaglanden Voetbal Tyron, EBOI en nieuwkomer Bas Kuipers voor de camera. ADO Den Haag won dinsdagavond in het eigen stadion door een treffer van Danny Bakker, nipt met 1-0 van MVV. Na het duel haalde Rob Blankenstein eerst nieuwkomer Bas Kuipers bij de microfoon. Bas, nog niet zo lang bij ADO Den Haag. Wat zijn je eerste indrukken? Ja, heel goed. Ik ben goed opgevangen door de jongens, door de staf en iedereen eromheen. Ik moet zeggen, dat ging eigenlijk heel erg snel. En ja, dat voelt dan heel goed. Je bent een linksbenige speler, vanavond ook als linker centrale verdediger opgesteld. Daar is de concurrentie nog niet zo heel hevig, want je bent tot nu toe de enige linksboot die daar kan spelen. Ja, uitgezonderd Danny Bakker, maar hoe kijk jij er tegenaan? Ja, er zijn wel wat jongens die er kunnen spelen natuurlijk. ADO heeft in het verleden ook wel meer met de rechtsboten daar gespeeld. Danny Bakker zou er eventueel kunnen spelen, speelt op het middenveld. Ik ben dan de linksboot inderdaad, maar goed. Ja, ik heb geen idee hoe dat ingevuld gaat worden. Even naar je vorige club, Excelsior. Daarvoor heb je natuurlijk Ajax gedaan, waar je de trainer van kent. Waar ligt jouw prioriteit ten aanzien van het veroveren van de basisplaats? Ga je dan voor de centrale positie of ga je voor de linksbackpositie? Nou, eerlijk gezegd maakt het mij niet zo veel uit. Misschien wordt het wel vaker gezegd, maar ik moet zeggen dat ik allebei de posities erg leuk vind en fijn vind. En ik denk dat ik er wel goed uit de voeten kan. Als je kijkt naar de hele situatie bij ADO op dit moment, er kan weinig, maar goed, je moet langzaam toe gaan werken naar een vaste basisformatie. Is dat moeilijk, denk jij? Nou, denk het niet. Kijk, ik heb het ook wel eens vaker meegemaakt dat het misschien wat langer duurt dat er andere jongens bij komen. Maar ja, weet je, als je ziet hoe de jonge jongens dat invullen, ja, dat vind ik echt top. Zoveel passie, strijd en er zijn ook heel wat jongens in de eerste elf die al Eredivisie ervaring hebben of zelfs wat meer. En ik denk dat gewoon prima te doen is eigenlijk. Vorige week hadden jullie natuurlijk dat trainingskamp in Zeeland. Dan leer je jongens beter kennen. Heb je al rare toestanden meegemaakt? Rare toestanden? Nou, ik moet zeggen, ik heb een hele goede tijd gehad. Het was erg leuk. We hebben hard getraind en we hebben 3 wedstrijden gespeeld, best veel. Ja, wat ik net al zei, ik ben heel snel goed opgevangen. Daar ben ik heel blij mee. En het voelt al heel snel heel goed. Dus waarom zeg ik dat? Omdat meestal de nieuwe spelers worden een beetje op de proef gesteld met wat dan ook. Kun je daar een voorbeeld van geven? Of? Nou, ik heb nog niet hele gekke dingen hoeven doen, gelukkig. Er is ook niks geks uitgehaald. Nog niet, dus nee, maar ja, het was hartstikke gezellig. En wat ik zeg, we hebben hard getraind. Maar gekkigheid... Ja, dat viel nog mee. Even naar vanavond tegen MVV. Je vormde samen het centrum met Beugelsdijk tot ver in de tweede helft. Je moet altijd als trainer een keuze gaan maken straks. Dit is weer een van de samenstellingen die geprobeerd wordt. Wat was je gevoel met Tom? Ja, goed moet ik zeggen. Ik denk dat we elkaar goed daarin aanvullen. We zijn wel andere type spelers. Maar ik denk dat dat juist ook wel goed is, zeker als een centraal duo. En dat voelde heel goed. En volgens mij van zijn kant ook. Dus dat was wel goed. Nu is Excelsior natuurlijk een kleinere club op papier als ADO Den Haag. Merk je dat ook aan bepaalde dingen? Ja, kijk, als je het stadion al binnenkomt is het al heel anders. Faciliteiten zijn anders. Dat is allemaal wat groter en wat beter. En je ziet bij zo'n oefenwedstrijd al dat er meer man op afkomt. Ja, ik vind het alleen maar fijn, alleen maar heerlijk dat het wat meer leeft. Ik moet Excelsior niet tekort doen, want het is echt een hele leuke club. Ze zijn echt gegroeid de afgelopen jaren. Maar goed, je merkt dat dit allemaal ietsjes groter is. In hoeverre is het voor jou een voordeel dat de trainer jou kent? Ja, het is een voordeel. Hij weet wat ik kan en we kennen elkaar op voetbalgebied, op menselijk gebied. En dat is altijd goed, maar goed voor de rest, ja. Tyron Ebioui, die later aansloot bij de voorbereiding vanwege interlandverplichtingen, was de tweede ADO-speler die voor de Haagland voetbalcamera verscheen. Tyron, sinds kort weer aangesloten. Een beetje gewend? Ja, ik was de eerste dag alweer goed opgevangen
En ja, natuurlijk misschien fysiek natuurlijk nog een klein beetje wennen. Maar voor de rest alles gaat goed. Je bent later bij de groep gekomen. Wat was daar precies de oorzaak van? Ik had lange vakantie gekregen van de trainer vanwege Interlands met Nigeria. Dus ik moest 3 weken langer door. Dus ik had ook 2 weken lange vakantie gekregen. Je hebt lang moeten wachten op je debuut voor Nigeria. Op hoeveel caps sta je inmiddels? 1 officiële Interland. Dus dat is helemaal mooi. Even naar ADO op dit moment. Vanavond de eerste serieuze oefenende wedstrijd zeg maar, tegen een betaald voetbalorganisatie. Wat was jouw indruk? Je zag dat we nog wel wat moesten wennen. We stonden ook wel heel erg ingezakt op de eerste helft. Dus daar hadden we gewoon moeite mee om doorheen te voetballen. Maar ik denk voor de eerste echte officiële test mogen we wel tevreden zijn, denk ik. Vooral de tweede helft vond ik dat het wel redelijk ging. Wel opvallend dat als de jongens erin komen dat het beter gaat. Ja, klopt. Je ziet het. Ze zijn gretig en ook op training doen ze het goed. En trainingskamp liet ze ook een goede indruk achter. Dus het is alleen maar mooi, denk ik, ook voor de toekomst. Aanstaande zaterdag nog tegen de Graafschap, ook een Jupiler League club. Daarna gaan jullie een x-aantal dagen naar China. Kijk je daar naar uit of zie je er tegenop? Ik kijk wel naar uit. Het is natuurlijk iets nieuws. En ik ben er zelf nog nooit geweest in dat continent. Dus ik ben wel benieuwd hoe het daar is. Maar goed, je hebt wel te maken natuurlijk met een mogelijke jetlag die er aan over had. Ja, klopt. Het is wel een lange reis volgens mij. Maar het is wel mooi denk ik om ook mee te maken hoe het daar is. Dan komen jullie terug. Dan moet je op 11 augustus op een vrijdagavond openen jullie met FC Utrecht het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Kijk je daar naar uit? Ja, tuurlijk. Ik denk dat elke voetballer naar uitkijkt als het seizoen weer begint. En natuurlijk, dit soort wedstrijden zijn gewoon weer om in ritme te komen. En iedereen wacht natuurlijk weer op de Eredivisie. En de eerste wedstrijd moeten we er staan. Een trainer zoekt op een gegeven moment natuurlijk naar een vaste basisformatie. Jij weet natuurlijk niet wat er nog allemaal gaat gebeuren. De transferperiode eindigt formeel pas op 1 september. Maar de rechtsbackpositie die staat er vast, denk ik. Zo denk ik niet. Ik heb het natuurlijk wel redelijk gedaan vorig seizoen. En dit seizoen is het allemaal weer op nul. En ik moet gewoon laten zien dat ik een basisspeler ben. En daar ga ik alles aan doen. Maar goed, de concurrentie op die positie is minder hevig. Zoals het er nu uitziet, als vorig seizoen. Ja, klopt. Vorig seizoen werd een speler gehaald voor mijn positie. En nu ben ik eigenlijk samen met Trevor David zijn wij de rechtsbacks. En dan moet ik die concurrentiestrijd aangaan en laten zien dat ik hoor te spelen. Hoe kijk je uit naar het nieuwe seizoen, wetende dat ADO op financieel gebied niet veel kan doen om kwaliteitsspelers binnen te halen? Als ik eerlijk moet zijn, ben ik daar nu niet zo mee bezig. Ik denk dat het goed gaat komen. En dat is het. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Tot dan!